Mijn naam is Mouslim Rabat. Moes is kort voor Mustafa. Ik ben 37 jaar en ik ben fotograaf. Die COVID-beurs gebeuren was eigenlijk een idee van het Fotomuseum. Dat ze eigenlijk met een bepaalde fotografen een beurs wilden doen, een fotobeurs. Voor mij was dat gewoon als iets van, het is eigenlijk iets tof dat je zo in het land waar je woont eigenlijk, ook een beetje erkenning te krijgen van, oké, ik ben eigenlijk al zo lang bezig. Dus ik was eigenlijk super blij gewoon van, oké, finally. Met die COVID-beurs heb ik eigenlijk gewoon besloten om echt naar Marokko te trekken om daar te shooten. Want het werkt daar altijd goed voor mij. Gewoon omwille van het licht alleen al. Die periode dat ik daar was, was hier ook heel grijs en koud. Dus dat was buiten ook al geen optie. En het heeft toch echt een andere dimensie als je beelden wilt brengen over positiviteit en die iets meer geluk uitstralen. Gewoon al een blauwe lucht is al. dat maakt veel verschil, vind ik, in een beeld. Het grote verschil met in Marokko fotograferen en hier fotograferen is sowieso de mentaliteit van aanpak. Die leven onder het mom van inshallah en alhamdulillah. Alhamdulillah is thanks to God. Mensen kunnen het even moeilijk hebben of zo, ik weet niet wat. Dan zeggen ze nog altijd van, alhamdulillah, it's like, thank God. Het gaat niet goed, maar thank God, het is allemaal. En ja, dat is echt, ik vind dat een heel sterke manier om in die schoenen te staan. Pak je met Jacob? Ik weet dat je nu je... Props kunnen soms dingen verduidelijken. Vandaar dat ik soms echt letterlijk de dingen in beeld breng. En daarvoor werken props wel echt vaak goed in beeld. Want dat is al een belangrijke. It has to make sense. Ik heb zowel een paar topics die wel vaker terugkomen. Het gaat een topic als racisme komt er wel vaak in voor. Topic als religie komt er ook vaak in voor. Vrouwenrechten sowieso ook. En dat zijn zo drie pijlers voor mij waar ik zo wel altijd heel gevoelig naar ben. Dat zijn ook zo de dingen die altijd wel doordringen tot mij als er... Ja, je wordt sowieso... Je kunt niet meer rondom nieuws gaan. En dat kan wel echt op mijn gemoed inspelen. En ik kan er wel ook echt heel moeilijk mee hebben. En ik weet, ik ben maar één persoon. Maar toch heb ik wel zoiets van... Als er iets gebeurt, oké, wat kunnen we eraan doen? Ik heb altijd gezegd dat ik mensen bij elkaar wil brengen. Mensen die niet zozeer in dezelfde omgevingen komen, die dan in dezelfde ruimte zitten en eigenlijk zo naar die beeld aan het kijken zijn en eigenlijk hetzelfde denken op dat moment. En dat is iets dat ik geleerd heb ook met de eerste expo dat ik gedaan heb. De diversiteit dat ik daar gezien heb en leeftijdsverschil dat ik daar gezien heb en mensen van totaal verschillende werelden. En dat was echt super tof om te zien. Misschien van hier. Ik beweeg constant uit een goede intentie. En voor mij is dat een goede intentie bestaat uit hoe groot dat je hart is of hoe puur dat je hart is. En ik weet, het klinkt allemaal een beetje misverkiezingachtig, maar ik meen dat wel. I do want to make a better world.